De evenementensector staat stil. Kermis, paasvee en alle andere feesten konden afgelopen jaar niet doorgaan. Artiesten zitten noodgedwongen thuis en geluid- en lichtinstallaties blijven opgeborgen. Ik ben vandaag bij DSL Geluids- en Lichtverhuur in Schagen en ben benieuwd hoe lang zij het nog volhouden zonder grote evenementen. We zijn DSL, Geluids- en Lichtverhuurbedrijf. En we doen eigenlijk voor feesten, partijen, festivals, theaters. Leveren wij de techniek, zeg maar. En dat gaat van heel klein tot heel groot. We doen heel veel festivals in Noord-Holland, voorzien wij van techniek. Voor Schagen is dat bijvoorbeeld het Schagen Pop Weekend, maar Zandstok doen wij, Julianenpop doen we, Dijkpop doen we, Badpop doen we. Dat zijn festivals waarvoor we dingen doen. We hebben een heel aantal landelijke artiesten waarvoor wij de techniek verzorgen. Van Dikhout, Diggy Dex. We toeren met Tania Cross in theater. Jullie staan nu eigenlijk al bijna een jaar compleet stil. Hoe voelt dat? Ja, dat voelt natuurlijk heel raar, want we zijn juist eigenlijk altijd van de dubbele actie. Wij staan eigenlijk, wij lopen nooit normaal, meestal rennen wij. En nu staan we dus stil. We zijn vorig jaar, 12 maart, zijn we, terwijl we helemaal actief in het theater al aan het opbouwen waren aan diverse producties, zijn we stilgezet. En toen moesten we ook het theater uit in één keer. En ja, sindsdien is er eigenlijk geen dag meer normaal geweest. Het is eigenlijk, we leven van persconferentie naar persconferentie toe. En wat voor ideeën hebben jullie allemaal bedacht om alsnog deels inkomsten te kunnen genereren met jullie apparatuur en spullen? Zoals je hier kan zien, we staan momenteel bij ons in een streamstudio. We hebben op dit moment twee studio's draaien. Dat is een kleine studio waar we nu in staan. En die wordt gehuurd om livestreams in te doen voor bedrijven en dat soort dingen. Presentaties te geven, ook ledenvergaderingen, Zoom-sessies worden daarin gedaan. Dat er hier een panel aan tafel zit, zeg maar, wat voor zit. En dat modereren we helemaal dan. En we hebben hiernaast hebben we nog een grotere ruimte. Dat is een studioruimte waar de bands in terecht kunnen. Nou, we hebben een heel aantal bands, zeg maar, in de stal zitten. En die bands die zijn op dit moment zelfs ook weer aan het repeteren geslagen. Omdat die ook wel een lichtpuntje zien richting de komende tijd. Zeg maar. Dus die gaan toch ook wel weer activiteit ondernemen. En daarin kunnen we eigenlijk DJ streamen of een bandstream doen. En zorgt dat voor genoeg inkomen of is het een leuke bijkomstigheid? Nou, het zorgt niet voor genoeg inkomen. Dat is een ding wat als een paal boven water staat. Ik bedoel, we hebben heel veel materialen die staan gewoon stil. En hetgeen wat we nu doen, daar moeten we ook voor investeren. Dus dat is ook een klein stukje investering. En je krijgt er wel wat voor terug. Maar het is voornamelijk ook dat we en nog leuk bezig zijn. En richting onze klanten, zeg maar, dat we een klein beetje klantenbinding doen. Maar het is niet het verdienmodel wat we met dit bedrijf moeten hebben met de investeringen en de kosten die we hier hebben. En de proeffestivals zijn laatst weer begonnen. Beginnen je handen dan te jeuken? Nou, de Field Labs die inderdaad momenteel gaande zijn, daar zijn wij ook via de Vereniging voor Technische Toeleveranciers bij betrokken, waar wij de oprichters van zijn. En dat is vanuit de Alliantie van Evenementenmakers is Field Labs helemaal opgezet. En dat wordt dus helemaal gefaciliteerd door eigenlijk de hele branche en de hele keten die erachter zit. En ja, weet je, het biedt perspectief. Het is voornamelijk onderzoek natuurlijk naar hoe mensen zich gedragen als je ze regels oplegt. Maar het is wel iets waarmee we duidelijkheid kunnen creëren wat wel kan straks en wat niet kan. En wat je kan verwachten van mensen. De Vereniging voor Technisch Toeleveranciers, dat is eigenlijk iets wat is ontstaan nadat we zijn stilgezet. De regering kwam eigenlijk bij de aankondiging dat bijeenkomsten verboden werden met meer dan zoveel mensen. Dus toen zijn we eigenlijk stil komen te staan in de zoals we dat toen nog noemden, de culturele sector, die stond opeens stil. Ja, wat we feitelijk doen is gewoon de stem van onze leden vertegenwoordigen richting de overheid. En zodat we daar gehoord worden. En dat heeft wel geresulteerd in dat we steunpakketten hebben voor inderdaad bedrijven die toeleverancier zijn in de evenementenmarkt. En is dat genoeg? Nou, weet je, is het genoeg? Het is altijd heel moeilijk om te zeggen of iets genoeg is. We zijn heel blij met de hulp die we krijgen. En we zijn met de VTTA ook internationaal in gesprek met WeMake Events. Dat is een wereldwijd overkoepelende organisatie die hetzelfde doet als ons, alleen dan over de hele wereld. En er zitten ook alle fabrikanten van materiaal nog in. En we zijn op zich niet ontevreden met wat we hebben. Maar het is voor heel veel bedrijven is het niet helemaal toereikend voor hetgeen wat ze krijgen. Wat mis je het meest van toen het nog normaal was? Nou, het meest mis ik gewoon het werk. Ik bedoel, het is gewoon een vak wat we eigenlijk allemaal uit passie beoefenen. Die passie gewoon van het,
ergens heen gaan. Elke dag is anders. We komen op een locatie aan, we laden een vrachtwagen uit. En uiteindelijk maken we artiesten blij en een heel groot deel publiek maken we blij en uitzinnig. En ja, dat zijn toch wel de dingen die we het meest missen. Want ik bedoel, een cd'tje opzetten is leuk, maar een live concert in het echt, dat is toch wel echt waar je het voor doet.